Hi, goeiedag. Welkom op mijn kanaal of welkom terug als je niet nieuw bent. We gaan met wat nieuwe make-up productjes spelen vandaag. Ik had een opmerking op wat filmpjes dat ik het wat beter moest laten zien en misschien wat meer over de producten moet vertellen. Dat ga ik opslaan en ga ik voortaan proberen. We beginnen met de Wet n Wild primer. Dit is een nieuwe primer. Dit is de 5-in-1 Essence Primer Liquid. En die moet een heleboel doen. It smooth, it conditions, refines pores, balances and prolongs make-up. Je moet hem goed schudden. En dan is hij, maar ja goed, zo ziet het. Het is een heel klein flesje. En dan ziet hij er heel waterig uit. Zoiets. Daardoor voelt hij extreem lekker op je huid. Je kan het goed verdelen. Het ruikt niet echt, hoewel ik vind altijd dat Wet n Wild producten, basisproducten, echt stinken. Zo zag ik er ook niet heel charmant uit. Maar dit is echt, het ruikt helemaal nergens naar. En dan heb ik een nieuwe, ja, ik heb geen nieuwe concealer. Maar wat ik nog zag in mijn bakje daar van producten die ik nooit geprobeerd heb, is de Revolutionary Base Tip. Base Stick. Oh, Conceal and Contour. Dat is zeg maar deze. Ik kan eerlijk gezegd niet zeggen of ze dat nog hebben. Dit is de kleur C3. Nou, dat heb ik bij Revolution eigenlijk altijd. Wat staat er nog meer op? Met Rise Bran Wax. Recyclebaar. Multi-use. Compostable. En er staat op de achterkant: I made out of compostable fiber form, which originates from plant waste, meaning I help to reduce plastic waste. Het is vegan en cruelty free. Nou, die had ik dus even weggooien gelijk. Die had ik dus als concealer. Dat is een, het is een. Oh, kijk nou, je moet hem. Je kan hem niet draaien, je moet hem zo doen. Oké. Als concealer, dus we gaan even aanbrengen op de plekken waar ik altijd concealer aanbreng. Hij is niet heel erg romig. Ik kon daar niet op vinden wat voor dekking die zou moeten geven. Zo. Dan pak ik even een het blendt wel heel makkelijk, moet ik zeggen. Tenminste, dat deed hij daar. De roodheden boven mijn wenkbrauwen weg. Hij is niet echt helemaal full coverage. Ook dit ruikt nergens naar. Best oké. Okay. Ik wist niet dat het een concealer stick was. Ik dacht dat het een soort foundation was. Dan heb ik, ja, bij Boosie Shop het merk Refuel.
Refuel Skin Matching Serum Foundation. Dit is het Unifies Skin Tone and Plumps. Dit is de kleur Very Light. Ja. Doet je dit ergens aan denken? Ik denk L'Oreal. Ik heb hem hier, denk ik. Waar heb ik hem? Hallo? Hallo? Nou. Oh, hier is het. Nou, de verpakking is vrijwel identiek hoor. Deze is iets breder. Maar goed. Ik zit even. Wacht even. Klem met mijn voeten en dan zit ik niet lekker. Light flawless skin coverage with nude finish. Unifying, brightening and plumping effect. Shake well before use to activate. Nou. Veel meer staat er niet op. Ik ken het merk verder niet. Ik moet zeggen, ik ben daar nu mee bezig met een moisturizer en een oogcreme. Ja, op zich prima. Maar ik kan je echt niks vertellen van het merk. Ik heb nog meer producten ervan gekocht. Het is een hele liquidy. Ja, wat het al zegt, hè? Serum foundation. Ik gebruik nog steeds de elf kwast, eventjes. Er staat. De elf complexion duo is het. Deze ooghoek is altijd een beetje lastig, want ik heb daar vaak een tranenoog. En op een of andere manier pakt dat dan niet zo goed. Oké. Ja. Het haalt niet al je roodheden weg. Ik heb ook niet de hele pipet gebruikt. Ik vind het ook niet erg als het wat roodheden blijft zitten, zeg maar. Ik vind dat prima. Het heeft niet een hele dewy look. Het ziet er nu nog wel een beetje nat uit, maar dat komt voornamelijk, denk ik, omdat het net is aangebracht. Ja, hier vind ik het altijd lastig bij die haarlijn. Nou goed, zo. Op zich, de kleur is echt heel goed voor mij. Het is echt prima. Ja, hij geeft om erbij net zoveel dekking als die van L'Oreal. Ergens iemand bij de voordeur. Zie ik op mijn dingetje komen staan. Dat is waarschijnlijk voor mij. Maar dat Wessel is beneden, dus die kan dat doen. Ja, nou dat dus. Even te luisteren. Of die er ook mee naar boven komt. Nou. Wat ik dus ook nog in dat. Waar is mijn bril nou weer?
in dat bakje ooit gekocht, nooit gebruikt heb gevonden, is een Juicy Pang Blusher. Dat is van Apieu. Dat is dus Korean skincare. Nou, serieus, sla mij maar dood. Dat kan ik echt niet lezen. Dit is het doosje. Juicy Pang Water Blusher van Apieu. Zo ziet hij eruit. En wat is dan de kleur? Ja, dit is de kleur, dit. Maar ja, dat kunnen we gewoon niet lezen. Dit zal... Er zitten fruitjes op. Uit mijn hoofd zou ik zeggen guava of zo. Heel even schudden. Een beetje. Dit is een blusher met een kwastje. Heel apart. Het voelt heel lichtjes aan op je huid. Het voelt een beetje waterig. Best leuk. Ruikt het? Ja, het ruikt een beetje. Ik kan het niet omschrijven. Maar niet, ja, het ruikt cosmetisch, maar niet heel overheersend. Maar dit is echt wel een leuk kleurtje hoor. Ik heb geen bronzer. Dus die doen we ook niet vandaag. Dan heb ik gisteren binnengekregen de Maybelline Fit Me Loose Poeder. En dit is de kleur 05 Claire. Dat is gewoon de lichtste kleur. Oh, je hoeft er maar één slagje te draaien. En dan gaat hij gelijk open. Ik moet even mijn mesje pakken voor dat irritante stickertje dat erop zit. Dan doen we de bril weer op. Waar is het heel groot? Oh, dat is wel fijn zeg. Meestal zit er zo'n heel klein lipje aan. Maar hier zit een heel groot lipje aan. Zie je dat? Om het vast te pakken. Oh, grappig. Ik heb hier ook op de Amerikaanse kanalen maar zoveel goede dingen van gehoord. Dat ik echt dacht, ja, ik zag hem nu op Amazon. En toen dacht ik, ja, ik wil hem gewoon proberen. Hij is niet wit. Wat ik al fijn vind. Hij ligt wel een heel eind op. Ja, hij zit het goed. Ziet er goed uit. Ziet er goed uit. Ik ga de rest op mijn gezicht gebruiken. Een losse haar. Ja, dat gebeurt ook. Wow, dit was een beetje veel. Mijn zwarte shirt zit ook gelijk helemaal onder. Ja. Voelt goed. Het ziet er mooi uit. Blurt mooi. Laat geen witte waas achter.
Dat had ik ook niet verwacht, omdat het wit is. Het nadeel van deze verpakking vind ik dat het niet... De binnenkant is rond. En er komt altijd hier poeder. Dus dat is dan een beetje... Dat hij zomaar één slotje maakt, vind ik wel fijn. Ik had geen cream poeder, dus ik gebruik mijn nieuwe van NYX. Nee, ik had wel... Nou ja, goed. Ik bedoel de cream bronzer, hè. Hele lichte kokosgeur zit erop. Dan vind ik het iets te heftig op mijn voorhoofd. En dan blend ik het gewoon even met mijn poederkwast. En dan is het weer goed. Oké. Ik ga even mijn wenkbrauwen doen. Daar heb ik niks nieuws voor. Dus. Met mijn Catrice Brow Stick. Nog steeds. Zo. Altijd het begin. Dat is mooi gedefinieerd. En dan gebruik ik de nieuwe... Hoe heet dat ding? Ja. All-in-one brow perfection. Maar de mijne is natuurlijk afgebroken. En dan ga ik hier een heel zacht lijntje zetten. Zodat ik heel mooi precies de wenkbrauw kan volgen. Om het uiteindelijk hier aan de staart wat bij te tekenen. Nou, dat dus. Dan. Ja, hallo. Heel even een beetje vervagen. Ja. Nee. Waar is hij nou? Hallo? Hier, deze is lichter qua kleur. Dus die moet even een beetje bijgetekend worden. Ik heb daar een spiegel. Daar kan ik even van ver af kijken. En wat ik altijd doe. Dan pak ik een kleine poederkwast. En dan ga ik even in de poeder die ik gebruikt heb. Er zit nog een klein beetje in. En dan. Weet je, die brow stick is toch een beetje cremerig. Dan zet ik heel even de wenkbrauwen. En dan worden ze ook iets lichter. Dan haal je dat donker een beetje eraf. Als volgende heb ik... Waar is mijn bril? Dat vraag ik 1000 keer per dag. De Elf Power Grip Dewy Setting Spray. Shockingly Fine Mist Major Makeup Grip. Dit is een zeg maar zo'n duofase. Je ziet hier donkerder en hier lichter. Zo ziet hij eruit. Dit is natuurlijk de variatie setting spray. Maar je hebt natuurlijk daar 1001 primers van. Sorry, ik moet hem even laten zien. Hij is niet te vergelijken met die van Milk. Die heb ik ook. En ik vind deze... Ik vind het product fijn. Ik vind de sprayer echt... niet zo prettig. Wat hij doet is dit. Je voelt het niet eens op je gezicht komen. En ik weet... Ik heb het idee dat ik 6000 keer moet pompen. Wil dit ooit helpen, zeg maar. Ik hou ervan als mijn gezicht in een paar setjes... nat is. Ik weet het. Dat is allemaal heel gek. Omdat ik natuurlijk wel poeder om het dan weer droger te krijgen en zo. Maar goed. Het product is namelijk wel mooi.
Ik kijk naar boven, ik zie gewoon twee muggen. Ik haat muggen. Ik voel me net moppersmullig als ik dat zo zeg. Kijk. Zien jullie dit? Het is droog. Het is gewoon nu echt droog. Mijn huid is niet glanzend. Het ziet er gezond radiant uit. Niet dewy. Ik hou niet van de sweaty look. Maar ondanks dat ik gepoederd heb. En echt gepoederd heb. Zie je het niet. Is het heel mooi nu ingesmolten. Wat ik ook heb. Ja, dat hadden we eigenlijk helemaal in het begin moeten doen. Maar goed. Is de Revolution Pro Dewy Glaze Serum Highlighter. En ik heb de kleuren Golden Glow. Waarom? Geen idee. En Peach Glow. Die moet je omdraaien en dan komt er wat uit. Dan is dit de Golden Glow. Dit is de Golden Glow en dit is de Peach Glow. Maak ik gelijk mijn hand schoon, anders zit ik er helemaal onder zo meteen. Terwijl ik dat doe, denk ik, dat is super dom, want ik had dat gewoon prima kunnen gebruiken. Ik ga de Golden Glow gebruiken. Ik zet één stipje zo. En dan pak ik mijn... Ja, daar gebruik ik altijd deze voor. Ja, hij is wel mooi. In mijn beleving was hij te heftig. Heel klein. Tipje op mijn neus. Dat vind ik altijd schattig staan. Zien jullie het? Dit is een hele... bedeesde glow. Ja, ik heb hier een potlood van Chanel. Dat is... dit is de Precision Lip Definer in de kleur 60, denk ik dat het is. Dat maakt allemaal niet uit, die is hartstikke oud. Nou ja, hartstikke oud, maar die had ik al... Het is een beetje... een rooige kleur. Zo, en dan heb je aan de andere kant een kwastje. En dan kan je dat zo een beetje smudgen. Doe dat voorzichtig, hè, dat je niet gelijk rood aan de buitenkant van je. Liplijn krijgt. En dan heb ik hier. Ja, ik heb hier een doosje. De Revolution Juicy Peptide Lip Balm. En ik heb de kleur geur Spice. En wat zegt het op de achterkant lipbalm? Het zegt niks anders. Het is een klein tubetje. Het zegt alleen lipbalm. Dit is de... Volgens mij hebben ze vier kleuren. Een roze, een donkerbruine, een lichtbruine en een clear. Dit geeft echt best wel wat... Het is zo'n squeezy. Het geeft best wat kleur. En ook best... het zit best lang, maar het geeft best veel glans.
zachtjes knijpen. Zie je dat er met die beetje bordeauxige liplijn dat echt prima past? Oké, voor mascara heb ik niks nieuws, dus dat ga ik even opdoen en dan ben ik klaar eigenlijk voor de dag. Wat vinden jullie ervan? Zitten hier producten bij waarvan je zegt, ja, leuk? Of heb je zoiets van, dat had voor mij niet gehoeven, dat moet je nooit meer gebruiken, dat ziet er niet uit. Laat het me weten in de comments. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Doei!